Dus Mumbo die trein in recht zetten. Yeah! Zie, arme Tuffy. Zit er nog iets in de trein? Nog niks op het moment. Nog niemand. We kunnen hem nog niet weghalen, moeten we eens die drill hebben. Zo dus weet waar hij is. Dus we stoppen bij alles, we stoppen mee. De grudge. Moet je weer het nummer eens afweten? Schuld prinses, goed plezier. Geniet van je Final Fantasy 7. Mumbo, we willen een loser. Kan eens naar boven springen. Precies, Mystic Mouse.
Welkom op de stream. Gezellig. Hoe vaak doen? Is dat wel gezellig hier? Ben even in de one with the level. Is het die aan gooien en dan weer terug? Ik ga even de vormen afgooien, het is echt veel te koud hier. Ja, ik weet het, het is zo'n gaskachel. Je moet je zeg maar aan blijven drukken tot er een vonkje komt. En dan springt hij aan. Ik zei er bijna hele nare woorden over. Maar gelukkig, vanwege uitermate getalenteerde training, heb ik mezelf in kunnen houden. Wees blij, wees trots. Netjes, waar ben je nu? Ben je eerste dungeon al klaar? Het probleem met het level is heel moeilijk om boven te komen met die loser. Benjo! Tja, dat zijn childhood games, hè. Daar heb je altijd bij. Ik moet anders steeds mijn link to the past run afmaken. Maar ik weet niet of het kan. Of mag. Geen emulators meer, hè? Dus mag niet afmaken. Het spijt me. Klagen? Klagen we bij mij erover. Aju. Veel plezier met je kranten.
Dat weet ik, loser, ik weet hoe die trein werkt. Thank you very much. Die gaat weg. Kinkel staat helemaal nergens op. Is this the flesh wound? Nope. Yeah, precies. It's just a flesh wound. The black knife. Yeah, precies. We kunnen de laatste trein nog niet gebruiken. Ik heb de special edition DVD van de, van weet ook weer. Holy Grail. Maar ik heb hem ooit aan mijn vader geleend en ik weet niet waar hij hem neergelegd hebt. Dus ik denk dat ik hem nooit meer zou krijgen. Maar ja, hij is leuk. Heerlijke film. Oh my god! Als ik eerlijk moet zijn, ik vind Kazooie, Banjo Kazooie leuker dan Banjo-Tooie. Maar dat komt omdat het echt een classic is. Deze wereld is wel veel meer open, als wel. Maar het kan een beetje te ver gaan. Hè. Wee!